Je bent het best van je team. Want het is weekend! Je loopt al echt goed. Ja, laat hem maar even zien. Ja. Dames en heren, jongens en meisjes, een hele goede morgen. En leuk jullie kijken naar een nieuwe vlog. Het is tijd om de auto in te gaan, want ik ga lekker richting Haarlem. Ik ga lekker sporten, jongens. Zo, ik zit nu... Wat is dit? Hey. Hier zit een draadje los. Zit een steekje los, jongens. Het is vandaag vrijdag en ik kijk echt altijd heel erg uit naar vrijdag. Niet alleen omdat het dan weekend is, maar ook omdat dan de nieuwe Music Friday van Spotify online komt. Met allemaal nieuwe muziek die deze week is uitgekomen. Of meestal wordt altijd op vrijdag uitgebracht. Dus we gaan eventjes de auto in en dan gaan we even samen luisteren wat er is uitgebracht vandaag, jongens. Want ik heb er zin in. Het is heel gek, maar ik kijk er dus echt naar uit. Dan word ik wakker en denk van, oh, ik ga gelijk de New Music Friday checken. Ja, jongens, ik zie er eentje staan. Daar komt die Barry. Je bent de best van je team. Oh, ja. Ja, hier, dit is echt een banger, jongens. Ik had deze al op TikTok gehoord, maar zeg maar op TikTok... Oh, oh, oh. Ik had het al op TikTok gehoord, maar op TikTok komt zeg maar muziek nooit over, omdat je hebt geen bas en zo. En als ik zeg maar een nummer altijd goed wil beoordelen, dan ga ik hem ook altijd in de auto luisteren. Want in de auto vind ik altijd dat ik het beste geluid heb. Ook op de boxen thuis, moi. In de auto is het top, al nog één keer. Je bent het best van je team. Wat hebben we nog meer? Want zij wil niet alleen zijn. Zij gaat er bij de kerel heen. Zij gaat mee op de cruise. Mama ziet er zelf de artie die gaat doen. Spend my money and I'm on you. Even kijken, volgende nummer is nummer I Do van Chip Charles. Nog niet gehoord, maar ik heb zelf ook een nummer met Chip. Dus ik ben benieuwd. En volgens mij heeft Grummel eens gedaan. Ja, dat is Sven. Dat was hem, jongens. De New Music Friday van deze week. En weet je wat misschien wel leuk is? Misschien dat ik gewoon vanaf nu elke vrijdag samen met jullie de New Music Friday gewoon ga luisteren en ga een beetje gaan checken gewoon. Het is wel lachen. Daar zijn we, jongens, in Haarlem aangekomen. Och, en 1 minuut voor tijd. Niet te laat, niet te vroeg. Precies op tijd. Bastards. Ik word wel... Kijk ze nou. Nou, voor je energie zijn jullie plan. Oh nee. Papa! Wat is er? Wat is er? Wat is er? Doe rustig, doe rustig. Doe rustig. Nee, ik ben rustig. Je bent... Oh, hey, oi. Oi. Serieus, mooi. Jongens, even een applausje. Bedankt, bedankt, bedankt. Vandaag zijn we weer aan het sporten. Yeah. Met deze gezellige mensen. Sui, hi man. I'm in the vlog. Kappen, ga stil, jongen. Wij zijn niet de tering slecht uit, hoor. Hij behaalt die bastards. Doe alles voor de vorm. Ja, neem een takeover dan. Oh. Kasper, sterk op praatje. Momentje. Kut, daar komt dit aan. Daar komt dit aan. Nee! Ik ben ook aan het trainen, let op. Zo, hè. Ruikt er eens aan dan? Nee, dat durf ik niet. Dat was hem weer, jongens. Ik ben gesloopt. Ik heb pijn. En ik heb bij heel veel oefeningen ook echt pijn hier aan mijn onderarm van het boulderen. Dat was weer een goede training. Abonneer en like. Als je dat niet doet, dan komen we je opzoeken. En dan zit ik in je kledingkast. En dan 's nachts kom ik naar buiten. Oh, shit. Ik heb dat nummer echt lijp in mijn hoofd. Van, je bent de best in je team. Nou, dat is een goed teken. Als een nummer in je hoofd blijft zitten, dan weet je dat het een hitje is. Kijk, wat een gezelligheid. De rest is weg, maar ik heb net lekker geëdit en ik ben nu wat administratie aan het doen voor 2022. En dan ga ik straks weer lekker naar huis. Maar ik dacht, ik ga nog eventjes genieten van een lekker koffietje. En de vrijdagse weekendmuziek die staat erop, jongens. Dus dat is top. Mag van mij. Nou, ik weet niet wat, maar kijk, ik ben natuurlijk de baas op de zaak nu. Nee, weg. We zijn gesloten voor particulieren. Oh nee. Maar ik sta op de loonlijst hier. We willen alleen wat drinken. Oh, nou kom dan maar binnen. Hey! Hallo! Hallo! Ik heb een goede grap. Oh, wat dan? Wat? Ze zeggen dat ik 6 weken met krukken moet lopen. Je loopt al echt goed. Goed, hè? Ziet er echt al veel beter uit. Ja, ik moet wel nog steeds. Ja, gewoon voor de zeker. Doe dat maar wel, hè? Aanstellen.
Doe maar wel eventjes. Hey jongens, van vrijdagmiddagborrel. Het wordt hier opeens heel druk. Normaal zeg. Wat een gezelligheid zo. Zo jongens, ik loop nu pas weg bij kantoor. Maar dat komt omdat ik vandaag heel veel bezig ben geweest. Ik heb in de ochtend natuurlijk gesport, daarna heb ik geëdit. En daarna ben ik eventjes, moest ik echt heel veel doen voor mijn administratie. Alles bij elkaar zoeken, bonnetjes. En allemaal doorsturen naar de boekhouder. Dus ik was eventjes druk. Maar nu gaan we een leuke vlog van maken. Want we gaan vanavond eten bij Joris. En dan gaan we gezellig even een drankje doen met z'n allen. Dus het wordt nog hartstikke gezellig vandaag. Want het is weekend! Ja, dat wilde ik even zeggen dat het weekend is vandaag. Maar dat wisten jullie waarschijnlijk ook wel. Voor jullie is het nu zaterdag. Dus ook weekend voor jullie. Ik ben nu thuis, maar ik ben de laatste tijd elke dag zo moe. Ik kom ook slecht mijn bed uit. Ik ben gewoon heel moe. Maar ik weet niet hoe het komt, want mijn wekker gaat elke dag om 9 uur en dan wil ik er gewoon uit. Maar meestal slaap ik dan nog gewoon een uurtje door, zeg maar. Maar dan kom ik thuis en dan ga ik op de bank zitten en dan kak ik gewoon helemaal in. Nou, dan moet ik ook zeggen dat vandaag ook niet een hele actieve dag was. Omdat ik dus inderdaad heel veel dingen moest regelen voor mijn administratie en voor de belasting en zo. En dat is helemaal niet leuk om te filmen en fucking saai. Dus vandaar dat het misschien nu tot nu toe een wat saaiere vlog is. Dus sorry daarvoor. Sorry daarvoor. Ik heb een beetje, ik weet niet zo goed wat ik moet doen. Aangezien Ruben en Willem die zijn nu aan het padellen. En ik weet niet hoe laat die ongeveer thuis zijn. Maar we gaan dus vanavond naar Joris. Maar ik weet niet of ik dus nu eigenlijk voor mijn eigen eten moet gaan zorgen. Of dat ik moet wachten op Willem en Ruben die dan straks hier naartoe komen. Om dan gezellig met mij te gaan eten. Maar ja, dus ik twijfel nu een beetje. Moet ik nu of eten gaan bestellen. Of alvast naar Joris gaan en daar eten. Of moet ik wachten op Wim en Ruben. Alleen ze nemen hun telefoon niet op. Omdat ze aan het padellen zijn. Dus het werkt allemaal niet zo handig. Dus ik weet niet zo goed wat ik moet doen, jongens. Ik denk dat ik maar gewoon eventjes ga wachten. Weet je wat ik dus echt lekker vind, jongens? Op gewoon zo'n avond. Oké, nou, ik wilde eigenlijk net filmen. Maar dit is even wel een beetje een heftige clip. Van Post Malone. Maar ik wilde dus vertellen. Ik vind het zeg maar zo lekker om gewoon op de bank te zitten. En videoclips te checken. En gewoon een beetje te chillen. Een beetje muziek luisteren. En dan tussendoor ook gewoon lekker die clip kijken. Ja, deze van Post Malone, jongens. Deze is ook zo dik. Wow, jongens. Justin Bieber, Kid Laroi, Post Malone. Het zijn allemaal zulke lijpe artiesten. Ik vind het zo lekker om gewoon lekker op de bank te zitten. En dit soort muziek te luisteren. En lekker zo'n videoclip te checken. Ik heb geen twijfels meer, want Ruben en Amber zijn niet... Oh, wat is dit nou weer? Wat is een... Ze zijn aan het kijken of ik op een pikker nog zit. Dit is heel raar. Nee, maar we gaan bij Joris eten, dus dat is gezellig. En we gaan nu even lekker een broodje even voorafje doen. Zullen we het even uitleggen of we aan het doen waren, daadwerkelijk? Ja? Amber zegt, we lag je laatste keer samen sporten. En het viel op dat als ik mijn trainingsbroek aan heb, ja, dat ik voor oefeningen doe, dat mijn pik heel erg duidelijk zichtbaar is. Oké. Okay. Maar zeg, het komt alleen omdat jij erop let. Ja, jij let gewoon op zijn pik. Kijk. Volgende keer gewoon niet meer doen. Echt een grote pik. Hé, dat is wel een compliment. Als je, ja. Maakt, als je vriendin zegt dat je een grote pik hebt. Mm. Dat is nog niet waar. Ja, ik heb dus ook een micropenis, maar ik wil het er liever niet over hebben. Thank you for him. Jij hebt ongeveer 10 micropenis aan elkaar geplakt. Maar goed, we gaan dus gezellig bij Joris eten. En Ella zou hier misschien nog heen komen, maar die... Nee, die komt niet meer. Die gaat gezellig met Amy bij Loetje eten. Dus dat wordt gezellig. Doe het ze niet na. Huh? Doe het ze niet na. Oh, ik heb wel zin in Loetje, hoor. Loetje, stop! Daar kom je misten vandaan altijd. Nee. Oh. Je hebt genoeg gegeten als je er vandaan komt, dat. Het is genoeg met vet en jus. Nou zeg, doe even normaal. Ik ga vanavond niet drinken, denk ik. Nee. Ik ga niet... Nee, ik ga niet drinken, man. Vanavond, nee, rustig nee. Gaan vanavond. Ja, vanavond gewoon rustig gaan. Niet... Oh, kut. Toen is het tas in. Kut. Joris! You give hope. Never mind dying. Wat ging je zeggen? Ik wilde eigenlijk zeggen, Joris ging voor ons koken, toch? Nee. Wat dan? Iemand anders. Oh. Mm. Zo jongens, ik stikte even in mijn water, maar ik leef weer. I'm still alive. Ik kwam wel bijna bij je oren eruit, hè? Ja, door jou, idioot. Niet doen, laat met rust. Laat dit flesje met rust. Ik wil drinken. Nee, jij mag helemaal niet. Kijk eens wat een top ding, jongens. We gaan op de scooter gaan we naar Joris. Ruud heeft nog niet gedronken, dus dat is top. Ik heb al 2 biertjes op, dus het is handig als jij rijdt, Ruud. Ja, toch? Ja, die helmen zijn veel te groot, kijk deze. Maar we hebben een scootertje gevonden, jongens, dus dat is helemaal top. Oh, dit is perfect! Heerlijk, hè? Deze helm is te groot en ik heb het koud. Oh, jij hebt handschoentjes. Ja, beter. Fucking chill.
koud voorhoofd. Dat die helm helemaal naar achter schiet. Maar goed, ik moet niet zeuren. Ik moet niet zeuren. We zijn er bijna. En nu zijn we er eigenlijk gewoon. Nou, we zijn er gewoon. Oh. Zo jongens, ik heb pijn aan mijn neus. Ik deed voor de grap, deed ik zo zeg maar met mijn helm voor op Ruben, zeg maar hier op de achterhoofd van Ruben, ging zo met mijn helm tikken. En Ruben deed vervolgens twee keer zo zeg maar zo terug, maar mijn helm zit helemaal naar achter. Dus hij stikte gewoon met zijn helm zeg maar twee keer tuk tuk zo op mijn neus. Maar goed jongens, we zijn er. Maar ben je niet bij de omsingeling? Gewoon een dagje mee in het veld. Ja. Gewoon zo'n karretje en dan lachen. Gewoon een meedagdag, maar dan zonder lopen, want jij hebt benen. Is Joris in beeld? Ja. Ja. Oh, wat heb jij met je ver gedaan? Ik vind het echt zo'n leuke sfeer. Er hangt zo'n goede sfeer hier aan tafel. Zo'n sfeer dat je denkt van, ik wil hier vaker zijn. Zo'n sfeer dat je denkt van... Voor de kijkers. Hey, naar wat? Kijkers, of Alexander een biertje mag. Mag Alexander een biertje? Nee, dat moet hij zelf vragen. Vraag maar even. Mag ik een biertje? Ja hoor, het is zeiden ja. Joris, jij zou niet drinken vanavond. Nee, ik moet stoppen. Jij zou ook niet drinken vanavond. Ik drink niet, ik lik alleen. Oh. Ik drink ook niet. Ik heb nog nooit gedronken, überhaupt. Heb je ooit alcohol gebruikt? Gebruikt. Ja. Heb je ooit alcohol gebruikt? Ja, nee. Ja, Joris, gesnapt. Jongens, ik had jullie een keer verteld over Alexander's roze kamer. Ja, fijn. Zullen we allemaal nog een keer lachen, alles met z'n allen? Ja, laat hem maar even zien. Ja. Holy shit. Maar ik vind het wel, ik moet zeggen, Het poppenhuis roze. Maar dit hebben jullie toch gedaan? Ja. Jij met Joris. Maar het is best netjes gedaan, toch? Het is helemaal geen... Nee, alleen dat heeft Bouke gedaan. Ik vind het wel mooi geschilderd. Ja, ik ben er zo blij mee. Ben je er zelf blij mee, of niet? Ik vind het zalig. Het is als je zo wakker wordt, is het echt top. Het is net alsof het licht aanstaat of het licht uitstaat. Holy shit, jongens. Ik moet zeggen, jongens, ik vind het echt een prachtkamer. Ja, dank je. Nu is het wel weer goed. Ja, het ziet er mooi uit. Ja, oeh. Ja. Letterlijk, wat? Ik drink niet. Nee, ik heb nog nooit gedronken. Ik heb nog nooit gedronken. Serieus, nog nooit. Ik heb nog nooit? Wat ik mij? Wanneer? Een egel op zijn rug zien liggen. Die boot had ik niet gegeven. Oh, diepgaand. Lekker golven. I know, wauw. Neem een stokje dan. Denk erover. Ik heb gedronken, kut. Ik kan nooit meer thuis komen. Wat was je naam? Dames en heren, jongens, meisjes. Ik heb gisteren de vlog niet afgesloten. Maar wij zitten nu lekker op de bank. En gisteren zijn we lekker uit geweest met Joris, Alexander, Daan. Daan was gisteren jarig trouwens. Dat wist ik helemaal. Wist jij dat toen we daarheen gingen met de jarig was? Ja. Oh, dat wist ik helemaal niet. Maar goed. Dames en heren, jongens, meisjes. Bedankt voor het kijken naar deze video. En ik zie jullie morgen om 6 uur bij een nieuwe. Later!